Ik wil jullie ook even laten zien het verschil van de kleuren als je met de borsteltjes werkt met een wat donkere stempelinkt. Ik gebruik nu een groen. Die zo donker is, pak ik weer de grootste maat borstel. Haak ik hem eroverheen en ga ik ermee blenden. Kijk, dit is een stuk donkerder. Als we nu een slag kleiner pakken, zie je dat hij automatisch nog wat donkerder wordt. Hoe kleiner het borsteltje, zo donker het wordt. Hoe kleiner het borstel moet je wel even wat vaker inpakken omdat gewoon je oppervlakte wat kleiner is om dingen aan te zetten. Je met zo'n klein, met de grootste, kan laten zien, zo ga ik er overheen, krijg ik hem nooit zo donker als dat ik hem hier heb. Heb je ook nog een heel klein rondje. Die kan je echt. Dus die wordt gewoon echt nog veel donkerder. Dat is leuk om gewoon kleine dingetjes mee aan te zetten. Dan hebben we ook nog lange borsteltjes. Dat is vooral leuk als je bijvoorbeeld een wolk wil maken of bergen. Pak je deze en zet je hem zo aan. Ook hierin hebben we drie verschillende maten. Kijk, ik krijg dit idee. Dit was even de uitleg op dit moment over de verschillende maten van de borsteltjes.